zal weinigen ontgaan zijn dat de verantwoordelijkheid voor de zorg sinds 1 januari 2015 grotendeels op het bordje van de gemeente ligt. Beter en goedkoper door het leveren van maatwerk. Dat is een van de centrale uitgangspunten. Nou, hierover ga ik praten met Harry Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. Kun je mij vertellen wat jullie hebben met de drie decentralisaties en de sociale wijkteams? Heel veel. Eigenlijk willen we met ons instituut kennis ontwikkelen voor een terugtredende overheid. Omdat de overheid dat in de afgelopen 2000 jaar nog nooit gedaan heeft. Dus er is weinig kennis over. Daarom doen we van alles. We helpen zelf probleemgezinnen. We zijn bezig met gezinnen met schulden. En we ontwikkelen voor sommige gemeentes mede de wijkteams. En daarbij vinden ook jullie maatwerk heel erg belangrijk. Waarom? Waarom? Ja, maatwerk is aan de ene kant is dat eigenlijk de basisgedachte achter de decentralisaties. Waarom wij het heel belangrijk vinden is in de eerste plaats omdat we denken dat er veel meer maatwerk geleverd kan worden. We hebben een prachtige verzorgingsstaat met eindeloos veel voorzieningen. Tegelijkertijd komen die voorzieningen lang niet bij iedereen op die manier terecht zoals ze graag zouden zien. Dat komt in onze ogen omdat we die verzorgingsstaat en vooral hij groeit te hard, hij wordt te duur, we maken er te veel gebruik van met z'n allen. Moeten we dat weer op een of andere manier terugkanaliseren om die verzorgingsstaat ook zijn werk te laten doen voor die mensen die het hem hardst nodig hebben. En we zien daar eigenlijk, die verzorgingsstaat dreigt een beetje een controlestaat te worden om vooral mensen niet toe te laten. En we denken, door maatwerk, als we dat weer gaan leveren, dat er meer mogelijk is om die verzorgingsstaat op een andere manier te controleren dan dat we nu doen. Dan laten we naar een situatie in de praktijk gaan waarover jullie zelf schreven in de correspondent 31 december, dus aan de vooravond van de invoering. Evelien, een alleenstaande moeder en haar dochtertje Claire. Evelien dreigt op straat terecht te komen. Het lukt de hulpverleners een urgentieverklaring voor haar te regelen, maar dan moet ze nog 3 maanden wachten op een huis. Die tijd heeft ze niet. En er zijn andere oplossingen mogelijk, zoals tijdelijk in een pension, tijdelijke woonruimte. Toch kregen ze dat niet voor elkaar. Met als gevolg dat ze op straat dreigt terecht te komen en haar dochtertje kwijtraakt. Wat de samenleving een heleboel geld kost en wat natuurlijk ook een persoonlijke tragedie voor haar is. Hoe zou dat nu in deze situatie, na de invoering, hoe zou dat nu lopen? Technisch gezien niet heel anders. Dus er is de jeugdzorg of jeugdbescherming is naar de gemeente gegaan, de ANWBZ, de participatiewet. Eigenlijk is er op het hele vlak van urgentiewoningen en waarom Evelien wel of niet een woning zou krijgen, technisch niet heel veel veranderd. Toch zeggen jullie maar toch is het in de praktijk iets makkelijker geworden om dat maatwerk dan wel te leveren. Ja, makkelijker. Weet ik niet of dat het precies is, maar wel, er is heel veel veranderd inderdaad. Vooral in de gedachte, in de mindset hebben we het idee, we moeten die verzorgingsstaat anders organiseren. Daar spelen bepaalde dingen een rol, dus het feit dat die 3 onderdelen van het Rijk zijn gedecentraliseerd. 1 belangrijke voor de casus van Evelien is dat jeugdzorg is gedecentraliseerd. Dus waar de gemeente voorheen als Evelien haar kind uit huis werd geplaatst of van straat gehaald is het feitelijk bij haar. Zou dat de provincie 40.000 euro kost, omdat jeugdzorg daar zat. In dit geval komt die 40.000 euro qua kosten bij de gemeente te liggen. Dus er is een grotere prikkel voor die gemeente om dat toch wat praktischer, slimmer op te lossen? In ieder geval een financiële prikkel. Dan weten we nooit of dat wel zo doorcijpelt in de teams. Liever eigenlijk niet, want je wilt daar niet continu met geld alleen bezig zijn. Dus we hebben die prikkel en tegelijkertijd in veel gemeenten zien we dat we dat gaan organiseren in wijkteams die eigenlijk met z'n allen wat meer kennis rondom Evelien op tafel moeten leggen om wat andere plannen en alternatieven voor haar te bedenken. Ja. Kennis en ik neem aan ook backing die ze bij elkaar kunnen vinden als ze wat soepel met de regels omgaan en zo'n maatwerkoplossing zoeken. Ja, als je bijvoorbeeld naar zo'n casus van Evelien of eigenlijk alle gevallen waarin we wat anders moeten bedenken dan per se mag van de regels, dan zie je dat je 2 soorten kennis nodig hebt. Aan de ene kant hebben hulpverleners kennis nodig over de regels, wat mag wel, wat mag niet. Dat is vaak gigantisch. We hebben wel eens gezinnen geholpen en daarop uitgetekend dat daar 158 regels op van toepassing zijn. Dus voordat je dat weet, moet je heel veel weten. Aan de andere kant is er kun je in het informele heel veel doen. Er zijn allemaal olifantenpaadjes binnen de gemeente die je kunt bewandelen. Iemand bellen die je kent van, joh,
kun jij niet eventjes snel dit en dit regelen? Die gecombineerde kennis van aan de ene kant ruime kennis van wat mag en niet volgens de regels. Aan de andere kant ja, alles wat informeel nodig is. Ja, dat heeft één individu maar beperkt. En als je de 10 aan een tafel zet, ja, heb je daar eigenlijk net wat meer kennis. En hoe voorkom je daarbij dan willekeur? Dat is altijd een beetje zoeken natuurlijk. Ja, willekeur en maatwerk zijn twee kanten van dezelfde medaille. Hoe je dat voorkomt, ja, paradoxaal genoeg met meer regels. Dat is eigenlijk de enige manier om willekeur te voorkomen, denken we. Aan de andere kant ligt eraan, ja, waar richten die regels zich op? In het verleden hebben we die uitdijende verzorgingsstaat heel erg proberen te controleren om vooral ons te richten op willekeur aan de kant van het cliëntelisme. Aan de kant van dat we heel bang zijn dat professionals mensen te veel geven. Dat ze te snel ja, vriendjes worden en daardoor mensen meer zorg gaan geven dan waar ze recht op hebben. Of ja, dan ze eigenlijk nodig zouden hebben, zeggen we nu. Aan de andere kant zien wij heel veel willekeur die ook de andere kant op slaat. Die zit in het niet toekennen van dingen. Dus de klootzakjes, de huftetjes waar mensen maar lastig mee kunnen vinden in de hulpverlening. Ik heb wel eens het idee dat die heel veel dingen niet krijgen. Vooral omdat ze zich asociaal uiten, niet goed doen. Zo zijn er heel veel categorieën waarin best wel willekeurig dingen niet worden toegekend. We hebben zoiets, daar zou je wat meer aandacht op moeten besteden om de willekeur daar uit te bannen. Omdat we erin geloven dat voor heel veel mensen, vooral die van meerdere voorzieningen gebruik maken, dat je daar, als je de juiste toekent, dat je dan winst kunt gaan maken. Ja. En bij wie ligt dat? En bij wie ligt dat maatwerk en het voorkomen van willekeur? Ligt dat aan de kant van de professionals of ligt dat aan de kant van de gemeente, ambtenaren? En is het dan beleid of een uitvoeringskwestie? Het ligt overal. De vraag is in welke mate en hoe die puzzelstukjes in elkaar zouden moeten vallen. Wat wij, waar ligt dat? Aan de ene kant hebben we dus regels nodig, denken we, om dat willekeur tegen te gaan en dat maatwerk precies te maken. Aan de andere kant zijn het misschien niet eens regels zoals we dat nu hebben, maar meer vormen voor een professional om zijn keuzes te kunnen legitimeren. Dus we hebben altijd gezegd, de professional moet meer ruimte hebben, die kennen het gezin het beste, daar moeten we wat anders gaan maken. Maar ja, meer ruimte is niks als je niet kunt legitimeren waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Dus daar moeten we structuren, dat is denk ik het omgekeerde van een regel en een procedure, maar je hebt waarden nodig waarbinnen je je keuzes kunt legitimeren. Ja, en hoe vang je dat in beleid? Kan dat überhaupt? Hoe we dat altijd in beleid hebben gevangen is, we hebben een politiek willen. Dat is op gemeenteniveau het college en die zitten met z'n allen aan die tafel. En die hebben allemaal verschillende ideeën hoe de samenleving het best georganiseerd kan worden. Heel zwart-wit gezegd hebben we daar de wortel en de stok. En sommige mensen willen mensen met een uitkering hard aanpakken en anderen willen hulp verlenen. Al die beelden die hebben we op een soort, niemand weet precies hoe dat gaat, maar in een onmogelijke black box komen daar regels uit waarin die consensus zit gevangen. En bij de gezinnen waar dat niet werkt, zie je precies dat die wortel en die stok, dat die precies op de verkeerde momenten zo'n gezin slaan, feitelijk. En eigenlijk moeten we dat omkeren. Dus we moeten die dubbelheid, die dubbeldoelen die het politiek willen altijd oplegt aan de samenleving. Daarvan moeten we eigenlijk weer heel pragmatisch kijken, wat werkt nu? Dus wat wij in gemeentes vaak proberen te doen is, zoals met een Evelien, maar ook met veel andere gezinnen, gaan we gaan kijken, wat werkt nu? En als dit voor dit gezin werkt, deze uitzondering, werkt het misschien voor 10 of 20 of 150 of 500 andere mensen? Wat zou voor jou de grootste uitdaging zijn? De grootste uitdaging is dus dat ontwikkelen, waar we in het verleden heel vaak rondom, als we één gezin hebben, daar gaan we wat anders voor doen, werd er vaak gezegd, als we dat voor hun gaan doen, dan moeten we dat ook voor allerlei andere mensen gaan doen. Wij zeggen dan altijd, als het werkt, waarom zou je dat dan niet voor al die andere mensen gaan doen? Dus aan de ene kant moeten we dat omdraaien en dat in beleid vatten waar we het net over hadden. En daar, dat is nu net een ontwikkeling gaande, dus de uitdaging is om die ruimte voor die ontwikkeling open te houden. En heel goed nadenken over andere instrumenten om de relatie tussen politiek en beleid en uitvoering vorm te geven. Want eigenlijk hebben we niet zoveel andere instrumenten dan hoe we het altijd hebben gedaan. Dus dat moet ontwikkeld worden. En als we nu een jaar verder gaan in de tijd, wat is dan jouw nachtmerriescenario?
Een nachtmerriescenario, dat is het niet echt, maar waar ik wel eens inderdaad wat angstig voor word, is, we hebben de afgelopen jaar, halfjaar denk ik, zijn er nog heel weinig cijfers bekend. Omdat het allemaal zo nieuw is, die hele decentralisaties, weten nog weinig gemeentes eigenlijk hoeveel zorg ze aan het verstrekken zijn. Dus de eerste cijfers komen nu zo'n beetje boven na een half jaar. En dan zullen we straks gaan zien dat er gemeentes zijn die eigenlijk meer zorg hebben verstrekt door de wijkteams dan dat ze vooraf hebben ingekocht. Daardoor komen ze echt in financieel zware problemen, denk ik. En daar zal de gemeenteraad en de politiek zal daar druk op gaan zetten om weer te gaan controleren en weer vooral regels te bedenken waarom we mensen niet gaan toelaten. En ja, daarmee dreigen we eigenlijk die hele ruimte voor die nieuwe ontwikkeling eigenlijk gelijk weer dicht te regelen, omdat er wat stress komt, omdat we per ongeluk, of we weten niet precies waarom, maar omdat we te veel zorg hebben verstrekt. En als we het omdraaien, de droom, het droombeeld? De droom, het droombeeld is eigenlijk dat we die controles en die, die beleidsstaat niet meer nodig hebben. Dus dat zou eigenlijk gewoon voor mij het einde van beleid zijn. Dus een bijna directe lijn tussen politiek, wetgeving. We hebben allemaal wettelijke kaders, dus in principe hebben gemeentes niet heel veel regels, procedures, protocollen nodig. We hebben een wet, daar kunnen we ons aan houden. We hebben een politiek die bepaalt het willen. We hebben een uitvoering die met gezinnen moet bepalen wat voor hun maatwerk is. En die moeten dat binnen de wet kunnen legitimeren. Dus, dat lijkt me een mooie einde van dit verhaal. Het einde van beleid. Ja. En ook een hele spannende. Dat denk ik ook. Twee grote vragen. Hoe vangen we dit maatwerk in beleid? Of moeten we beleid überhaupt helemaal afschaffen? Zoals Harry Kruiter lijkt te bepleiten. En hoe voorkom je nou willekeur in de praktijk? Nou, wij zijn erg benieuwd naar de eerste ervaringen van gemeenten en ook de meningen hierover. Harry, dank je wel voor dit gesprek. Heel bedankt.